Toen ik de opdracht kreeg om een panorama te schilderen, kwam bij mij onmiddellijk het beeld van het Seinpelsduin voor de geest. Ik ken die prachtige plek sinds jaren. Ik heb er vaak vanaf gestudeerd. Mijn vrienden schudden bedenkelijk het hoofd bij mijn plan om die plek als panorama op het doek te brengen. Voor de kunst een plaats te veroveren, zo vlak naast de natuur, noemen ze een dwaasheid. Ik heb een ogenblik getwijfeld, maar dan ging ik naar dat duin en vroeg aan de mij omringende natuur: zijt ge dan niet schoon genoeg om door het penseel getoetst te worden? En de natuur, zich in al haar majesteit aan mijn oog vertonende, vroeg op haar beurt: wat wilt gij meer? Al lukt het u maar enigszins mij op het doek weer te geven, gij zult grote voldoening smaken. Toen was mijn besluit genomen en ik aanvaarde deze taak met ijzeren wil, omdat ik de overtuiging heb de grootheid van de natuur op het doek te kunnen uitdrukken. Onbegrensd en oneindig, ver van alle kanten, waar men de blik ook wendt.